God in tijden van corona. Een van de grootste vragen voor gelovigen vandaag de dag is natuurlijk, heb je er eigenlijk iets aan om in God te geloven in tijden van corona? Ik zeg steeds vaker, je hebt er helemaal niks aan. Maar voor moderne mensen is dat juist wat we nodig hebben. Emily McDowell is een Amerikaanse vrouw die op haar 24e kanker kreeg. Ze heeft lang en intens gevochten in het ziekenhuis tegen die ziekte. En ondanks dat zij veel mensen om zich heen zag bezwijken aan die ziekte, ook mensen van haar leeftijd, heeft zij het overleefd. En toen ze kankervrij was, toen zei ze, nu ga ik iets anders doen met mijn leven. Ik ga kaarten maken. Kaarten die mensen kunnen opsturen naar mensen die in de penarie zitten. Kaarten die mensen kunnen opsturen naar mensen die lijden. Kaarten die mensen kunnen opsturen naar mensen die kanker hebben. Want, zegt ze, ik heb ontdekt daar in het ziekenhuis, toen ik daar ziek lag te zijn en allemaal kaarten kreeg van mensen, dat moderne mensen niet meer weten wat ze moeten zeggen in zo'n situatie. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak tegenkwam, zei Emily McDowell, was dat mensen mij kaarten schreven waar echt op stond, alles gebeurt met een reden. En sommige mensen maakten het nog explicieter. Die zeiden, God heeft een plan met jou. Weer andere mensen zeiden, kom op, je kunt kanker verslaan. Alsof die ziekte iets is wat je op wilskracht alleen kunt overwinnen. Emily McDowell zei, mensen weten niet meer wat ze moeten zeggen en daarom ga ik kaarten maken. En op die kaarten staat bijvoorbeeld, laat mij de eerste zijn die hem op zijn bek slaat. Degene die durft te beweren dat alles een reden heeft. En een andere kaart zegt, als dit Gods plan is, dan is God een verschrikkelijke planner. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat wat voor Emily McDowell gold, dat het vandaag de dag nog steeds geldt, in tijden van coronacrisis. Mensen weten niet meer zo goed wat ze moeten zeggen. We kunnen maar slecht met lijden en ellende omgaan. En dat geldt niet alleen voor mensen die nergens in geloven, het geldt misschien wel net zo sterk voor mensen die wel ergens in geloven. In het vorige filmpje zei ik dat wat voor virussen geldt, dat ze alleen maar kunnen voortbestaan door te parasiteren op andere mensen. Dat het ook zou kunnen gelden voor bepaalde culturele ideeën. Dat die alleen maar kunnen blijven bestaan omdat mensen ze met elkaar delen. En je zou zelf nog een stap verder kunnen gaan en dan zeg je, zijn wij mensen eigenlijk niks anders dan een soort onbeschreven blad, een leeg vel, waarop gedurende ons leven continu allerlei culturele ideeën door andere mensen aangereikt zich een plek weten te vinden. En juist in tijden van crisis, zei ik ook in een vorig filmpje, kunnen we uitgebreid stilstaan bij de vraag of die culturele ideeën die we in ons holle vat hebben gestopt een beetje de moeite van het verspreiden en delen waard zijn. God in tijden van corona. Wat opvallend is in het christelijk verhaal is dat het vertelt dat God op een zeker moment mens werd. Dat hij misschien dezelfde manier als jij en ik een hol vat werd, dat gevuld werd met culturele ideeën. Heel specifiek natuurlijk de culturele ideeën die in zijn tijd, tijd van Jezus in het jaar 0, gangbaar waren onder zijn volksgenoten en tijdgenoten. En wat ook interessant is van het verhaal, is dat Jezus als een gevuld vat met die Joodse ideeën ook nog alle verwachtingen op zich laadde. Want begon hij steeds vaker te zeggen in de tijd dat hij rondliep, ik ben de God waar jullie allemaal op wachten. Ik ben degene op wie jullie allemaal hopen. En op het moment dat hij al die verwachtingen op zichzelf verzameld had, ging hij naar Jeruzalem. Op een ezel en iedereen zei, Hosanna, Hosanna, nu gaat het gebeuren. En hij kwam in Jeruzalem aan en wat gebeurde daar? Hij werd ter dood veroordeeld en uiteindelijk hing hij aan een kruis en zei hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het vat van culturele ideeën die Jezus had verzameld in zijn leven en de verwachtingen die hij op zichzelf had geladen door te zeggen dat hij God was, die stierven daar aan het kruis. En precies dat is het meest cruciale verhaal van het christendom. En dat is interessant, want zou je kunnen zeggen met een aantal postmoderne filosofen, wat daar gebeurt is eigenlijk de ontmaskering van wat wij als mensen zijn. We zijn nooit meer dan een hol vat gevuld met culturele ideeën die toevallig aan zijn komen waaien. En zo af en toe in het mensenleven kom je in een crisis terecht en dan begin je je af te vragen of die culturele ideeën die je je leven lang hebt vastgehouden eigenlijk wel de moeite van het verspreiden waard zijn. Van het infecteren van anderen met die culturele ideeën. En precies dat is eigenlijk natuurlijk wat er gebeurt in het christelijke verhaal. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is in de eerste plaats een verhaal van alles verliezen. Het is in de eerste plaats een confrontatie met het feit dat we toch eigenlijk niks meer zijn dan zo'n hol vat. En misschien zeg je, maar wat heb je daar dan aan? Maar dan zou Emily McDowell zeggen, ik zal je vertellen hoe het moet. Ik zal je vertellen hoe je moet lijden. En dan zegt ze, weet je wat je moet zeggen als je in een ziekbed zit? Dan moet je dit zeggen. Wat is dit vervelend? Wat is dit naar? En bovenal moet je zeggen, ik ben er voor je. Een vriend van mij, Jason Herrod, is Amerikaans singer-songwriter. Hij schrijft gevoelige liederen over het leven en alles wat hem daarin is overkomen. Het is alweer even geleden dat zijn laatste album uitkwam. En dus zeggen mensen vaak tegen hem, joh, wanneer komt je nieuwe plaat weer uit? Maar eigenlijk weet iedereen van Jason dat hij zijn beste muziek maakt op momenten dat hij vreselijk diep in de put zit. Op dat soort momenten komen de woorden en komen de klanken die mensen herkenbaar vinden. Als ze zelf een keer in zo'n situatie zitten. En wie tegen hem zegt, wanneer maak je weer eens zo'n nieuw album, zegt eigenlijk tegen hem, wanneer zit je weer eens in de put? Want daar diep in de put, daar raak je aan iets dat lijkt op, ik ben er voor je. En ik leid met je mee. Het is iets dat moderne mensen een beetje verleerd zijn, zegt Emily McDowell. Het was iets waar we vroeger religie voor gebruikten. En waar we bij Goede Vrijdag bij stilstonden.
Ik denk dat het iets is dat we in tijden van corona absoluut missen met z'n allen. Maar het is misschien ook iets dat we juist in tijden van corona weer een klein beetje kunnen oefenen. Leuk dat je keek naar deze video. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat je reacties hieronder achter. Geef het een duimpje als je er wat aan had. En abonneer je op mijn kanaal als je het interessant vindt. Op mijn kanaal vind je nog veel meer video's. Bijvoorbeeld over filosofie van het islamitische denken. Over mijn boek Ongeneeslijk Religieus. En over een heleboel andere filosofen nog meer. Heb je een vraag of wil je me benaderen? Kijk dan even op mijn website. www.gerkotempelman.nl